Deze nieuwsuitzending wordt heel leuk, want ik ga een oude vriendin van mij bellen. En jullie kennen haar, ze heet Mira. Van Talk to Mira. Nou, kijken of die binnenkomt. Hallo. Dag Mira met Perry. Dag Perry, hallo. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Ik heb echt gewoon een beetje leuke uitzending zat ik aan te denken. Ja. Mensen toch zo'n behoefte aan? Ja, nou ja, je had een hele leuke timing moet ik zeggen. Dat heb je wel eerder gehad trouwens, herinnerde ik mij. Oh, oké. Okay. En ja, ik denk natuurlijk wel aan je zo nu en dan. Ik denk, goh, zou het een Perry zijn? Dat is wederzijds. Ik volg je niet, geef ik echt toe. Bij deze neem ik ook afstand van alles wat je ooit op YouTube hebt gezegd. Dus, positief, kom maar door. Ik ben hartstikke positief. Yep. Ik heb het dus ook aan jou gedacht. Daarom heb ik ook die mail gestuurd. Laten we even babbelen. Ja. Nou, wat zijn nou, want als je mensen gerust wil stellen, als je alleen maar over koetjes en kalfjes praat, daar worden mensen ook niet blij van. Hè? Je moet ergens toch een beetje een heet hangijzer hebben en daar toch een beetje lollig over doen. Of zie ik dat fout? Nee, dat zie je heel goed. Alleen, ik ben niet zo goed in koetjes en kalfjes, tenminste tot een bepaalde hoogte. Mm-hmm. Maar de blije mensen in deze wereld, die zijn heel erg goed in praten over koetjes en kalfjes. Dat is dat heeft mijn onderzoek uitgewezen. Oh, kan je er wat meer over vertellen? Bij mij in de straat bijvoorbeeld, er worden wel eens feestjes buiten georganiseerd. Maar ik wil daar echt niks mee te maken hebben, want ik heb gewoon mijn eigen leven en ben met hele andere dingen bezig. Maar toen kwam er een nieuwe vrouw wonen, een jonge vrouw, heel leuk. En oh, hi! Maar die zat dus binnen 3 dagen gewoon bij de straatfeesten. Ja. Maar ja, ik hoor dan zo een beetje waar het over gaat. Het gaat helemaal nergens over, Perry. En daar ben ik dus niet zo geschikt voor. Ik raak heel snel ongeduldig. Ja. Daar heb ik dus ook. Ik heb een hele leuke dag gehad met mijn dochter. Dat is mijn reden om even niet echt heel positief te zijn. Ja. Dan had ik het over de eigenschappen van empathische mensen. En een van de eigenschappen van empathische mensen is dat ze zelfs lichamelijk misselijk kunnen worden van oppervlakkig geklets. Oh, dat heb ik heel erg. Alles gaat bij mij zo rechtstreeks, voel ik in mijn maag of in mijn buik. Ik weet niet precies waar wat zit. Uh-huh. En het is waar. Ja, het is waar. We leven in een hele gekke tijd. Ik kan wel 1000 dingen vertellen. Dat heb ik niet tegen mijn dochter nog. Mijn dochter zit trouwens bij de pedagogische hulpverlening of zo. Of sociaal-pedagogische dinges. Die gaat die hulpverlening ding in. Oké, mooi. Ja, dat vond ik ook. En dan wou ik het met haar hebben, daar heb ik niet over gehad. Maar je hebt het begrip empathie. Dus de meevoelendheid. En het ontbreken daarvan. En in een gezonde maatschappij is 98% van de mens empathisch. Nou, dat is een mooie score, 98%. Ja, want helaas niet iedereen. Je hebt van die, je hebt ook allerlei lichamelijke afwijkingen. En die mensen kunnen niet empathisch zijn, want ze hebben die zender-ontvanger hebben ze niet. Die hersenen zijn niet volgroeid. Ja. De primair psychopaten heten ze wel. Ja. Als het gezond is, dan heb je dat gedrag van psychopathische mensen bij 2%. Mm-hmm. En dat is prima onder controle te houden, hoor. Mm, en momenteel is het andersom. Dan heb je 98% waarvan 2% die kunnen echt zeggen, ja, ik ben psychopathisch, want zo ben ik geboren. De rest heeft een jeugdtrauma opgelopen en de grootste groep die doet gewoon lekker mee. Iedereen gedraagt zich als een idioot. En dan zit je daartussen als meevoelend mens. En denk, maar waar is dan mijn gratis communistische overheidstijltje om in te braken? Maar ja, als je daar je werk van maakt, dan zit je goed. Ja, dan zit je goed. Ja, daar ben ik ook al blij mee. Ik wilde eerst dat ze bij de politie zou gaan. Oh. Maar dat,
heeft ze al vrij snel gezegd. Dat heeft ze ook echt in de ronde geïnformeerd. En ze heeft gezegd, pap, het is best qua salaris en alles. Had ze met haar 17e al wat kunnen verdienen. Maar, zei ze, dan moet je 10 bonnen per dag uitschrijven. En daar heb ik geen zin in. Oké, dus die carrière was dan is niet gelukt. Nu maar over de andere kant. Ja, wat kan ik zeggen? Ik denk ook wel eens als ik psycholoog was geweest en ik had €80 per uur kunnen factureren voor al dat gelul wat ik altijd hoor, aanhoor. Ja, dat is ook een mooi beroep hoor. Die zeggen nooit wat terug, hè, psychologen. Dus ben je wel eens ooit, dus echt, die zeggen nooit wat terug. Ik ben, ik was ooit echt behoorlijk depressief. Ik heb hier zo'n psychiatrische inrichting. Ja. En dan bij Amsterdam in de buurt heet dat Zandpoort. Ja. En hier heet dat Wolf Heesen. Ik ben bij Wolf Heesen geweest. Ik heb met zo'n psychiater uren doorgebracht. Die man zei altijd, vertel er eens wat meer over. Ja, dat is de enige. En dat ik tot de ontdekking kwam dat die man echt geen lullo is. Die wist heel erg goed waar ik het niet over wilde hebben. En elke keer dacht ik van potver, hoe komt die man daar toch achter? En toen ging ik luisteren naar die psychiater, want hij zegt wel degelijk wat. Ja. Hij stelt namelijk vragen. Hij was een man, hè, in mijn geval. Ja. Een Limburger. Maar die stelt dus vragen. En die vragen die baseert hij op dat wat je zegt. En hij hoorde precies wat ik zei. Als ik gebruik maakte van woorden als tenzij, of maar, of whatever. Ik moest stotter. Dan wist hij al, oké, daar gaan we het over hebben. Dus die psychiater die deed wel wat hoor. Dat is niks wat hij deed. Hij legde me echt op de grill. Dan heb je een goede gehad. Ja. Ik kwam er behoorlijk opgefrist van weg. Ik ben er 20 jaar, 3 keer in de week. Het kost de patiënten, maar dan heb je ook wat. En het is een mooie omgeving, ja, laten we eerlijk zijn. Ja, heerlijk. Wolfheze is een mooie, bosrijke, ja. Ja, nou ja, grappig, want niemand heeft er ooit van gehoord, maar ik toevallig wel. Want vroeger mijn allerbeste vriendinnetje, mijn jeugdvriendinnetje, die hadden daar een bungalowhuisje. Dus, in Wolfheze? Ja. Ja, dus niemand heeft er ooit van gehoord, maar ik toevallig wel. Ja, dat is echt een mooi stuk. Gelderland is heel mooi. Niet dat Amsterdam lelijk is, maar... Kijk uit, hè? Ja, precies. Ik ben er toch geboren, dat weet je toch. Ik ben geboren in Amstelveen. Ja, dus dat heb je wel eens verteld. Ja. Ik zei tegen de kinderen van... Ja, ik zeg, jullie moeten even vroeg naar bed. Ik zeg, want Perry belt. Oh. En toen zei mijn oudste, die zei periscoop. Nou, vond ik zo geestig. En ik denk, heeft iemand anders? Zegt iedereen dat tegen jou, periscoop? Nee, je bent de eerste. Nou, ik zat te wachten op goed. Perry, het vogelbekdier. Nee, periscoop. Ik denk, nou, is echt helemaal van deze tijd. Ja, ik ben verziend, dat zonder meer, ja. Heb je nog wat gehoord van Henny? Ja, zeker. Nee, dat is me echt... ja, zeker. Ja. Maar zo, ik hou van helemaal niks te bespreken. Nee, zo. Nee. Het gaat over leuke dingen. Wat zeg je? Het gaat over leuke dingen, deze... Ja, nee, dit leuke dingen. Ik heb heel veel leuke dingen. Koffiepraat, theepraat. Wat? Koffiepraat, theepraat, zoiets. En dan een beetje hete hangijzers erbij. Ja, nou, kom maar door. Nou, wat vind je van de politiek van tegenwoordig? Want ik hou het helemaal niet meer in de gaten. Nou, ik zeg, ik. Wat in de krant eigenlijk? Ja, nou ja, ik hou de relletjes in de gaten. Mm. En heel interessant. Oh ja? Ja, toch wel. Rellen in Amsterdam? Ik bedoel politieke rellen. Oké. Dus dat de ene minister zegt over de andere partijleider dat hij nog erger is dan Wilders. En die gaat dan weer aangifte doen. En... Ja, dat soort dingen. Dus dat zit ik allemaal zo een beetje te bekijken. Erger dan Wilders. Ik denk ook wel dat we daar aan toe zijn. Want ik vind zelf Wilders een beetje, ik moet zeggen, een Volvo van vorig jaar. Dat hadden we toen, toch?
Tegenwoordig wil niemand zich meer druk maken over meer of minder Marokkanen. Nee, volgens mij ook niet. Nee, dat is een beetje oud, oude was of zo. Ja. Ja, dus ja, dat zit ik toch zo te kijken. En heb je nog een beetje een lichtpunt in dat Haagse gedoe? Dat je denkt van, die zou het kunnen worden? Dat die erger wordt dan Geert Wilders? Nou ja, wat ik gewoon geweldig vind, is dat social media definitief de politiek en de mainstream media verslagen heeft. Dat is echt iets wat ik al jaren zie en dat wordt steeds sterker. Dus de hele beweging van de gewone mensen, ja, daar kunnen ze niet meer omheen. Ja, en dan vooral wat ik dus ook zie, want ik zit ook op Facebook. Ja, en dan kijk ik gewoon op die algemene pagina. Er staan alleen maar positieve, leuke, grappige dingen in. Gewoon niet eens te stom. Hè? Op mijn pagina. Iedereen heeft zijn eigen pagina op Facebook, toch? Als ik naar de home ga, dan zie ik alles van mijn vrienden. Of zo, hè? Dat zijn allemaal hele opwekkende dingen. Ik vind de humor gewoon te gek. Zeker als er ergens een drama is. Ja, ik kom er eerlijk voor uit. Ik kan echt onder de tafel liggen van het lachen van Geen Stijl af en toe. Ik kan er niks aan doen. Die hebben woordspelingen en woordgrapjes. En dat is toevallig iets waar ik heel erg om moet lachen. Ik schaam me een beetje voor, maar ik kan er heel hard om lachen. Geen Stijl, dat is de André van Duin van heden ten dagen. Zeg maar. Ja, vroeger mocht je ook niet lachen om André van Duin. En ik heb dat wel gedaan toen, hoor. Ja, ik ook. Ja, toen was ik wel heel jong, hoor. Toen was ik denk ik 6 of zo. Ja, jij bent iets jonger dan ik. Want ik was denk ik 12 of zo. Ja. Maar ja, de humor houdt gewoon niet op. Ik lig wel gewoon constant in een deuk om de absurditeit ook. Ik vind het een mooie tijd. Met die orkaan bijvoorbeeld, of die tornado in Florida. Dat heb ik allemaal live zitten kijken op Periscope. Ik vond het fantastisch. Ik heb zo genoten, de hele nacht door. Gewoon omdat je het alleen maar kent van verhalen of van nieuwsberichten. En nu gewoon van die lefgozers die gewoon zeggen van ja, niemand kan mij doden. En ook deze orkaan niet. En die gaan gewoon naar buiten en die gaan met Periscope, gaan ze dus live. Uh-huh. En opeens valt dan de verbinding uit. En dan denk je, fuck, weet je wel. Ja, is die weggewaaid of is de batterij op? Of heel gek. Ontzettend gaaf dat je dat zo mee kan maken. Natuurlijk allemaal heel erg wat daar gebeurt. En de andere gast die had een orkaanproef huis. Dus de hele familie zat daar. En hij zat dan in zijn slaapkamer door een kiertje te filmen. Ik heb nooit zoiets gezien. Ja. Die bomen helemaal heen en weer. Mensen ook allemaal zeggen, nou die linker die gaat het wel redden, niet redden. En wauw. Wanneer was dat? Jeetje. Ik denk 3 maanden geleden of zo. Heel heftig allemaal. Hey, dat orkanenseizoen daar in Amerika of zo. Ja. Je kan er wel een voorstelling van maken, maar om het zo mee te maken, ja, fantastisch. Ja, we hebben dat hier helemaal niet, hè? Nee, gelukkig niet. Nou, we hebben wel een sinkhole, hè, hier in Amsterdam. Echt doodeng. Echt waar? Ja, ik ken het vanuit Amerika, maar we hebben het hier ook gehad. Bij zo'n stuk aarde eruit. Bij de Lijnbaansgracht of zo? Waar? Ja, bij de Lijnbaansgracht. Echt waar? En dan, ja, Marnixstraat bij het tankstation. En Malu Mello en zo zit daar. Jeetje. Ja, bij het hoofdbureau van politie. Dat bedenk ik me nu opeens. En weet je, nog heel even over politiek, wat dus ook zo raar is. Teven, die was officier van justitie in de tijd van de Rolodex. Mogen we het over complotten hebben? Of, ja, absoluut. Als ik maar blijven lachen, ga maar door. Ja, tuurlijk. Oké. Nou, dus het is heel geestig, want daar wordt al... Kijk, hij moet vertellen wie er in dat onderzoek en zo voorkwam. En dat wil hij niet. En hij zegt dat hij dat dus niet hoeft vanwege zijn... Even wachten voor mij, want ik kijk zo weinig tv. Welk onderzoek? Ja, dit is dus niet op tv, schat. Het Rolodex. Oh, dat, sorry, ja, ik was erachter. Ja, het Rolodex onderzoek. Gaan we door. Ja. En nou, dus...
Dat wilde die niet. Nou, die zaak heeft ruim een jaar, tussen een jaar en anderhalf jaar hebben ze erover gedaan om te beslissen of die wel of niet namen moet gaan noemen. Nou, de uitkomst was opeens 3 dagen eerder dan verwacht. En de uitkomst was, hij hoeft helemaal niks te zeggen. En de dag daarna, toen werd het Wabeke. Dat is een van de namen die door 3, 4 rechercheurs is genoemd in het Rolodex-onderzoek. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat is gewoon een feit. Dat is onder ede verklaard. Die Wabeke komt daar ook in voor. En die kreeg de dag daarna, werd die vice-president van de rechtbank in Den Haag. Nou, Oh, dat is dan dat. zo toevallig. Ja. Ja, dus ja, nou ja, dat soort dingen zie ik dan een beetje voorbij Vind het zo komen. En dan denk zielig, ik. hè? Ja. Ja, voor die mensen dan, hè? Ik doe ook de hele dag niks. En jij hopelijk ook niet. Maar dat je Ja, ik dan doe de wel hele heel dag niks veel. doet. En dat je doet alsof je heel veel geld moet verdienen. Ja, ik doe wel echt heel veel, maar ik heb heel veel pauzes. En dan zit ik zo te kijken en ik kijk geen televisie en ik kijk geen films. En, dus ja, ik heb al die tijd, ja, dan zit ik gewoon liever zo te kijken. Vroeger keek ik goede tijden, slechte tijden, zeg ik altijd maar. Goeie thee, kwaaie thee, zo heette dat in Brabant. Ja, en alle andere programma's. Ik kijk dat allemaal niet meer. Ik zit de laatste tijd, dat is wel niet echt verslavend of zo, ik vind het meer een soort bevolkingsonderzoek. Ben ik met Netflix onderzoek bezig. Oh ja, dat is echt. Ik heb zo'n periode gehad. Dat slurpt echt al je tijd op. Ga verder. Jeetje man. En echt, elke film is pro-katholiek. Oh echt? Oh, daar heb jij verstand van. Ja, ik weet precies waar ik op moet letten. Net als een spoorzoeker in het oerwoud. Van hier heeft een olifant gelopen. Mensen zeggen, hoe kan je dat nou weten? Nou, vanwege dat. Ja, je kan het zo zien. Het is Oh. echt. Doe Wat ik eens ook. een Oh, dan voorbeeld. ook even om leuk te doen, hè. Op Ja. dat internet, conspiracy, internet, radio, dinges. De hele tijd wordt er gezegd, ja, het zijn de Joden. Ja, het zijn de Ja. Joden helemaal niet. Nee, maar ja, Het zijn de dat. katholieken. Het zijn die Ja, maar dat, Babyloniërs, ja. dat heeft met Niet de katholieke inboezem. mensen natuurlijk, hè, maar het katholieke geloof. Ga maar door, jij wil wat zeggen. Ja, maar ik geloof dat daar gewoon het geld vandaan komt. Dat is gewoon mijn overtuiging. Absoluut. Dat was Babylon, hè. In die tijd dat jij furoren had met jouw fantastische uitzendingen, heb je heel veel reggae gedraaid. En reggae spreekt Dank je. uitdrukkelijk over Babylon. Ja. Maar ja, als je ziet toch wat er nu weer in Amerika gebeurt, dan lijkt het er toch wel op, hè? Op Babylon, bedoel je? Nou, dat het hele zaakje toch wel down gaat. Er wordt natuurlijk ja, ook dat hele WikiLeaks, hè? Iedereen kan nu dingen onderzoeken. En het is ja, burgerjournalisten, iedereen heeft er een hekel aan, maar ze zijn echt goed en heel gedreven. En ja, ik bedoel, echte journalisten hebben soms gewoon het nakijken. Het heeft helemaal geen diepgang meer, is helemaal niet onderbouwd met stukken. En ja, dat vind ik ook een fantastisch iets van deze tijd. Daar word ik ook heel blij van. Ik zoek alles uit. Zo mooi dat het allemaal zo gratis toegankelijk is. En dat je Ja. vragen mag stellen. Ja. En ik heb zelf heb ik dan die nieuwsuitzendingen. En ik heb ook een vriend in Leuven. Dan gaan we gewoon heerlijk uren dingen bespreken. En geschiedenis. Oh, dat is echt mijn nieuwste favoriete vak hoor. Zo Dat leuk was. om treurig te kunnen zijn over dingen die al lang gebeurd zijn. Ja. Dus helemaal niks zorgelijks. Dat je weet hoe Abraham Lincoln aan zijn einde is gekomen. En hoe dat zat met John F. Kennedy. Dat zijn geen conspiracies. Het is gewoon. Maar Sorry dat ik gewoon zei, maar. jij bent wel altijd van de geschiedenis en de religie geweest. Daar hebben we toch wel uren, uren over zitten kletsen. Ja, Ja, nee. en ik denk ook echt dat dat nodig is. Met mijn dochter heb ik ook gewoon een vraag gesteld aan haar van. Wat? Ik was met haar naar een uitvaart in Zaandam. Oh, gezellig. Ja, hartstikke tof man. Gelukkig echt iedereen. Maar die ta was Tante Saar, die was 96 geworden. Dus don't cry for me, Argentina. We Ja. gaan de familie even zien. Hè? Ja. En we rijden over de A12 en ik vraag aan Nina. Wat is de naam van de Amerikaanse president waarvan de opa in het raad van bestuur, in de raad van het bestuur zat van die Amerikaanse bank? Die Auschwitz heeft gefinancierd.
Weet jij het antwoord op die vraag? Nou, ik zou niet het risico durven nemen, dus vertel maar. Bush. Ja. En dan die kleine dan, hè? Dus, George Walker. Bush. Ja. Niet Herbert Walker, want dat is zijn vader. Ik heb opeens zo'n stemmetje in mijn hoofd. Een hele goede vriend van mij die geen vrienden meer met mij wil zijn. Die was helemaal weg van een documentaire. En dat duurt 6 uur. Ja. En ik heb al 100 keer echt beloofd dat ik hem heel goed zal bekijken. Heb ik ook gedaan, maar ik heb niet alles onthouden. En dat gaat daar helemaal over. En dan wil je straks nog een naam hebben ook. Oh, nou, dat is niet geloof. Ik hoor dus, allemaal bijgeluiden, oké. Okay. Oh, echt? Oh, dat ben ik, denk ik. Ja. Nee, hoor je bijgeluiden echt? Kastje, hoor ik. Oh nee, dat doe ik niet. Oh, dan weet ik waar het aan ligt. Goed dat je het zegt. Dat is heel vervelend. Mijn microfoontje hangt gewoon los. Ik heb er helemaal niet aan gedacht. Ja. Ik ben er al zo lang uit, Perry. Nee, maar nu ben je echt weer helemaal in beeld, mijn schat. Wat lief. Ja, dat vind ik echt erg leuk. En vooral dat ik dan, vanwege mijn religieuze standpunt, dan kan ik er zo tevreden naar kijken. Denk ik van ja, het stond te gebeuren. Ja. Ja, zeker. En nu gebeurt het ook. En ja, wat heb ik te klagen? Mm. Had ik geboren moeten zijn in een wereld waarin iedereen was zoals ik zou vinden dat hij zou moeten zijn? En dan ik dan? Mm. Dan ben ik de grote Eikelino. Mm. Beter ben ik omringd met malloten. Dan lijk ik nog ergens op. Nou ja, ik denk soms wel van, ik vind zoveel mensen gek. En dan denk ik, ja, dan is er maar één conclusie dat ik zelf gek ben. Mm-hmm. Hè, dus net als die spookrijder, die denkt iedereen die rijdt spook. Dus dat vind ik soms wel een enge gedachte. Ja, dat kan ik mij goed voorstellen, ja. Het punt is natuurlijk wel dat als je dan met die mafketels gaat meedoen, dan ben je ook een mafketel. Precies. Je zou maar, ik bedoel, als je toen met Holleder op de foto was gegaan, dat achtervolgt men nu nog. Dus het slaat helemaal nergens op. En als je ooit een keer met iemand gesproken hebt, dat, ja, waar je iets mee is, dat, ja, dat, daar kom je nooit meer van af. Heel raar. Zou ik je trouwens een tip geven? Een hele hippe, moderne tip? Heel graag. Om blij van te worden ook, voor alle mensen. Komt dit, ga je dit echt op YouTube zetten? Met jouw toestemming alleen. Ja, nee. Die Ali B, ik weet dat iedereen een hekel aan hem heeft. Dat geeft helemaal niet. Maar die zit dus in The Voice. En The Voice is gewoon een duf kutprogramma. Maar nu door Ali, die doet het zo goed. Is echt hartstikke leuk. Okay. Dat is het enige wat ik kijk vrijdagavond. Echt heel gezellig. En die heeft dus een, hoe noem je dat, een theateroptreden of zo, of een one-man show of iets in de theaters. Ja, dat wil ik echt niet zien. Maar ik heb het dus wel gezien, want het was, weet ik veel, je kan het zien. Het heet Je suis Ali. En dat was zo goed, Perry. Zo vrolijk en zo fijn en zo, dat iedereen hem altijd bijvoorbeeld maar vraagt om een mening. Omdat hij Ali B is. Uh-huh. Nou, fantastisch. Ja, echt, ja. Ah ja, een tip is dat. Oké, okay, Je suis Ali. Dus. Ja. Ja. Die show. Dan kan je ook wel YouTube wel vinden. Ja, denk het. Ik weet niet. Ik heb zo'n RTL XL app. En daar betaal ik voor. Maar dan, dat is een of ander iets. Waarom we dat hebben, weet ik ook niet. Maar goed. En daar heb ik het op. Kinderen natuurlijk. Ik ben wat ouder. Maar fantastisch goed. Dus zet al je vooroordelen over hem opzij en geef hem gewoon een kans. Echt heel goed. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Ik heb trouwens ook van de week nog even naar Campy zitten luisteren. Ken je die artiest uit Eindhoven? Ja. Die heeft met wapenbezit gearresteerd en heeft nog een vrouw mishandeld. Heeft de bak gezeten. Ja. Het fameuze nummer met mijn moeder was een hoer, mijn zuster was een hoer, mijn tante is een hoer. Maar wel goed in de mate. Ik zit mijn dochter op te porren, maar mijn dochter heeft best een mooie zangstem. Ja. Maar kom op, meisje, we gaan even zingen.
En dan kan ik natuurlijk zelf een liedje gaan schrijven waar ik denk, kom, iets op internet. Ik ben aan het zoeken wat ze nou zou kunnen zingen. En dan kwam ik op Ja. die Campy. Daarom kwam ik op van even een nummer van Campy hier bekijken. Of we dat kunnen doen. Even denken wie dan. Dat was het nummer Oh Mama. Echt zo'n heerlijk treurig nummer. Nou, Oh Mama. er is dus door die voice, zeg maar, ben ik eigenlijk Nederlandstalige muziek weer een beetje gaan waarderen. Daar was ik echt Oh. helemaal uit. En Oké. nou ja, er is daar zo'n knakker en die heeft dan een heel kort liedje gezongen. Dat zal dan ook wel niet van hem zijn, dat weet ik wel zeker. Ik weet niet van wie het wel is. En dat is zo mooi, heel kort Nederlands liedje. En dat draai ik gewoon, nou, 20 keer per dag de laatste dagen. Oh, lekker is dat, hè? Ja, zo schattig. Ik bedoel Ja. dat je 20 keer per dag naar hetzelfde liedje luistert. Ja, dat je net zo even de afwas moet doen en dat je denkt, nou, even zo, ja, grappig. Is En ook. wat muziek met je doet. Ik ben toevallig, sorry dat ik je onderbreek, Nee, maar ik ben naar ik was. Ja, dan. Ga door, ga door. Een lezing geweest in het concertgebouw. En dat is heel groot opgezet iets. En dat gaat er dus over wat muziek met je brein doet. Dan weten we dat natuurlijk allemaal, iedereen weet dat het goed is. Maar dan de wetenschappelijke kant ervan. Nou, waanzinnig. Echt Oh. waanzinnig. En dat willen ze dus in gaan zetten in de zorg, in de Oh. ja, van alles. Ja, helemaal bewezen dat als je dus op late leeftijd een viool gaat spelen, dat je dan je linker je hersenhelft zoveel activiteiten tonen, kunnen ze natuurlijk zien, dat ja, het beste medicijn tegen Alzheimer is. En een baby, ja, en een baby van 2 dagen oud, daar hebben ze op getest, dat lieten ze ook zien op beeld, zeg maar. Hebben ze in het ziekenhuis getest, daar hadden ze een deuntje. En er zat dan op een gegeven moment één verkeerde noot in. En dat babytje van 2 dagen oud reageerde daarop. Nou, dat is toch fantastisch? En over dieren, ene dieren zijn wel muzikaal en andere totaal niet. Apen bijvoorbeeld, die zijn helemaal niet muzikaal. Wist jij dat? Ik kan me Of er een. gelijk wel, ik heb me nog nooit afgevraagd, maar nu het aan, ja, ik zou gokken van niet, nee, precies. Ja, Walvissen wel, volgens mij. klopt, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Een apen dus niet. Nee. Hoe kunnen we dan van de apen afstammen? Nou, dat We is kunnen toch. helemaal niet zo. Dat is echt. Dat is helemaal niet zo. Nou, daar word ik woedend van. Dat wordt echt ook. Ik heb opeens een déjà vu, Perry. Hebben we het hier niet al eerder over gehad? Ik word daar woest van. Dat wordt gewoon op school verteld. Ik heb gewoon gezegd, moet je horen, moet je horen. Ik zeg van, joh, ik zeg misschien dat jouw juf, die stamt misschien van de apen af. Ik zeg, maar jij niet, schat. Jij komt echt van God. En ja, ik weet niet of ze dat op school verteld heeft. Van, ja, juf, Nou, u... je moet je mee oppassen tegenwoordig, ja. Ja, daar kan wij het schelen. Ja. Ik moet even ook even een anekdote. Ik moest naar de HAVO van mijn dochter voor evaluatiedinges, oudergesprekken. Met haar moeder. En ik was aan die tijd van die scheidingen. Maar dat maakt verder geen donder uit. We komen dat biologie-leraar dinges, de kamer binnen. Het lokaal, sorry. En daar zit een vrouw met een hoofddoek. Nou, dat mag van mij. Ja, waarom niet? Ja. Ja, daar kan je over discussiëren, maar van mij mag het. Wat mij hoge mate irriteerde was dat toen ik binnenkwam, rechts van mij, daar hing een poster van Darwin. Met ja, dat we van de Ja. apen afstammen. Ja. En dan ga ik bij haar aan tafel zitten en dan gaat ze mij vertellen dat er verbeterpunten zijn naar mijn dochter. Ja. Dan denk ik, nou, ik heb ook een verbeterpunt voor jou, mijn lieve schat. Ja, Jij snap zit hier ik. netjes met je hoofddoek een beetje heilig te lopen doen. En een poster van die rare evolutie-apentheorie. Ja. Gaat er weg, idioot. Maar dat heb ik niet gezegd hoor. Ik wil geen ruzie. Ik krijg mijn Nee. dochter alleen maar ellende mee. Was al lang blij dat ze klaar was naar. Nou ja, ik heb een boek geschreven en als ik met pensioen ben, dan wil ik nog meer boeken gaan schrijven. Maar misschien ga ik eerder al een boek schrijven over, dat was ik al heel lang van plan, over dat soort ervaringen. Want het is ja heel gek. Het is heel belangrijk dat vrouwen gaan schrijven. Daar heeft Arthur Schopenhauer al zijn beklag over gedaan. Waar blijven die wijven nou met hun boek? Ja. Maar ja, het ontbreekt aan tijd. Maar dat is wel wat ik echt heel graag zou willen doen. Dat is Wil je mijn nodig hoor. liedje horen misschien? Een liedje horen?
Nou, dat liedje wat ik zo mooi vind. Oh, kan je dat nu laten horen? Ja. Ja, ik schaam me echt hoor. Het is echt zo'n fase in je leven dat je iets heel mooi vindt waarvan je later en eerder Oh ja, dacht, laat ach horen. Dan wil ik het echt nee. horen. Oh, kan je dat laten horen? Oké. Oké, komt-ie. Ik hoor niks. Meen je niet? Ik zit helemaal weg te zwijmelen hier zo. Oh, wat Ja, erg. dat komt bij jouw koptelefoon naar binnen. Ja, oh, dus dat kan niet. Ja, dat probleem heb ik ook. Oké, nou dan kletsen we er gewoon overheen. En dan zet ik hem op een andere manier zo dadelijk nog een keer op. Dan doe ik het gewoon anders. Ja? Ja, want als je jouw koptelefoon afdoet. Dan schakel bij mijn computer is het zo dat als ik de koptelefoon eruit trek, dan schakelt hij over naar de speakers. En dan komt dus het geluid van de speakers in mijn microfoon. Eigenlijk, maar jij hebt een headset, toch, of niet? Ja, dus, nee. Laat me maar niet ingewikkeld doen. Als Nee, je nou, ik zou het wel excuses. leuk vinden om. Maar dan krijgen we een copyright ban natuurlijk. Dan zou ik het als outrootje Nou, kunnen nee, doen. dat is niet zo. Want wat ze zeggen is dat je dat dus soms wel mag doen en dan mag je er alleen geen reclameinkomsten op zetten. Oh ja. Ja, dat is geen probleem. Dat doe ik toch niet. Dat vind ik ook helemaal niet nodig. Nee. Zou niet weten waarom eigenlijk. Nee. Het gaat allemaal voor de gezelligheid. Ik heb ook van. Weet je, ik copyright ben. Nu hoor ik trouwens wat. Ja, klopt. Wat was dat? Ja, hij komt er nu aan. Komt hij? Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik heb niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet. En toen heb je mij misschien niet eens gezien. Mooi, hè? Als ik je zou vragen, kom jij dan met mij? Zou je dan lachen of blijf je erbij? Ik moet het toch proberen, ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen, ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Het was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander, sinds die ene lach. Ik geef me over, je hebt me verzetten, heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander, en het is pas het begin. Maar je hebt niet in de gaten, wat je allemaal met me doet. Ik heb je pas een keer ontmoet, en toen heb je mij misschien, dacht heel misschien. Mooi hoor. Nou, het mooiste vind ik dus tussen Brees toen ik je zag. En Brees is toevallig ook van de Voice of Holland, 2 jaar geleden. Maar wat ik zo mooi vind, die man die zingt vanuit zijn tenen, vanuit zijn hart. En over hoe zijn hele leven is veranderd en alles. En dan denk je, oh wat prachtig. En dan zegt hij van ja, ik heb je pas 1 keer ontmoet. En ik weet niet eens van ja, misschien heb je mij niet eens gezien. Nou, dat zinnetje, dat vind ik zo mooi.
Dus iemand heeft je hele leven veranderd en je gaat en je wil en je zal en je bent veranderd. Maar je weet niet of die persoon jou wel gezien heeft. Nou, dat is, snap je? Echt fantastisch. Maar goed, hier zeg ik er niet over. Nou, dat spreekt mijn hart aan hoor. Er zijn mensen in mijn leven geweest die hebben veel meer voor mij betekend dan dat ik zei, dan dat ik hun duidelijk heb kunnen maken. Ze hebben mij niet gezien, dat denk ik dan, hè? Ja. Dus ze keken naar de buitenkant van mij. Ja, Perry is die, je kent hem wel, dikke bril, whatever. Ja. Ze hebben mij niet gezien. En die mensen betekenden wel degelijk wat voor mij. En hoe komt dat dan? Is dat dan omdat niemand het zegt? Omdat je het niet gezegd hebt? Goeie vraag. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja. Ik had ze aan moeten spreken vanuit mezelf en moeten vertellen hoeveel ze voor me betekenden. Ja. Dan ben je bevangen met je dagelijkse zorg en dan zie ik het over je oren in de bankafschriften. Dat is natuurlijk ook je eigen schuld. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Maar ook wel dat ze me gewoon niet, want ik ben niet de eerste, ik ben niet een makkelijk iemand, geef toe. En maar soms in de liefde moet je misschien toch gewoon, ja, een stap wagen of zo. Ik vind wel, ik heb heel veel nagedacht. Ik ben er ook echt helemaal klaar mee, hè, met de relatie tussen man en vrouw. Mm-hmm. We hebben gewoon het boek Genesis. Dat is een onderdeel van de Pentateuch, dus daar kan je ook geen ruzie mee hebben. En daar staat het gewoon in. Of je bent als vrouw een man. Jij bent in principe een man. Je zorgt voor jezelf en je kinderen. Mm-hmm. Of je bent de vrouw van een man. Ja, punt. Mm-hmm. En niet een soort homohuwelijk aangaan. Waarbij die vrouwen allerlei rechten claimen. Van, nou wil ik vertellen waar de planken moeten hangen. Ja. Want ik heb er 3 seconden over nagedacht. Nee, dan moet je aan die man vragen. Ja. Tegen die man moet je zeggen, ik heb zoveel boeken. Ik wil dat, ik wil daar handig bij. En ik wil ook een automatische zonwering. En dan die kerel alle dingen laten doen. Ja. Nou ja, dat vind ik dus ook. Maar dat is tegenwoordig, mag je dat gewoon buitenshuis niet meer zeggen. Maar ik ben het helemaal met je eens. Nou, er zijn dus heel veel stelletjes en die krijgen dan een baby. En dan is het heel modern dat die vader alles doet. En dat werkt voor geen meter. Dat werkt echt niet. Maar ik ben heel ouderwets met dingen, ja. Ik heb dat dus ook gedaan, want ik heb zo heel. Ik ben echt ja, als het ervaring. Moet. Nee, maar. Ja, nee, even terug naar de basics, hè. Ik heb zo'n huwelijk gehad. Dat die moeder zei van ja, moet je luisteren. Ik wil ook een carrière. Zo. Letterlijk zei ze ook, ja, voor het geval we gaan scheiden, wil ik wel een baan hebben. En niet dat ik dan een uitkering zit, snap je? Oh, gezellig, ja. Ja, het is echt een leuk uitgangspunt. Dat had ik nooit moeten doen. Maar goed, domheid is onvergeeflijk, behalve als je het vroeger was. Ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar de hele. Ik deed daar elke dag de afwas. Hmm. 6 dagen in de week ontbijt maken, want vroeg opstaan had ze geen zin in. 4 dagen in de week eten koken, warm eten. En daar wilden ze nog een dag van afpikken. En toen dacht ik, dat doe je me niet aan. Want als madame iets niet kon, was dat koken. Ah. Jeez, Christus, man. Maar ja, dat is niet goed. Zij maakte een maaltijd en dat bestond uit pasta met broccoli en een scheut olijfolie. Maar ja, nu moeten we eigenlijk aan wederhoor doen. Hè? Eigenlijk moeten we jouw ex-vrouw er even bij halen en dan even vragen of dat wat haar kant van het verhaal is. Ja, dat heb ik met haar gedaan. Hallo, ik ben nou. Ik heb 8 personen de derde laten zijn. En dan ga ik met die moeder praten. En dan een derde erbij, die dan het oordeel is. Een rechter heet dat, hè? Maar ik vind het niet goed om over de moeder van je kind te praten in het... Ja, precies, want ze kunnen natuurlijk weten wie dat is. Okay. Maar het was alleen maar een voorbeeld. Ik bedoel, ik neem haar niks kwalijk. Ik heb haar nooit laten zien hoezeer ik haar waardeerde. Dat wou ik zeggen. Leeft ze nog? Of is ze al dood? Nee, ze leeft. De moeder van mijn kind leeft nog, ja. Oké, okay, ja, dan kan je dat nog zeggen. Nee, maar ja, terug naar de liefde, zeg maar. En ja, als je ouder wordt. Maar soms
is het wel heel grappig dat de ene persoon op de andere persoon een enorme indruk maakt, in het geval van mannetje, vrouwtje. Ja. En als je daar dan niks mee doet. Dat programma had je vroeger, dat was ook mijn lievelingsprogramma. Hoe heet dat nou? Gaan ze terug naar die jeugdliefdes? Nou, dat vond ik al zo mooi. Memories, memories. Schitterend. En dan zie je dat na 40 jaar nog steeds meestal zo'n fonkeling in de ogen van die mensen komt. Dan gaan ze naar, weet ik veel, Sicilië of. Ja, prachtig. Geloof ik ook in. Ik geloof ook dat elke relatie die je hebt gehad, ik heb niet zo min zoveel relaties gehad met vrouwen. One night stands of zo, dat doe ik helemaal niet aan. Walgelijk. Die aantallen die ik heb gehad waren toch bijna 8 of 6 of zo. En al die vrouwen die wonen nog in mij, die ken ik nog steeds. Ja. Ze zijn een onderdeel van mij. Het is één keer zo geweest en je bent dan gescheiden. Nou, ze waren overspelig geweest en dat is een rechtmatige scheiding. Als een vrouw overspelig is, dan mag je als man scheiden. Ja. Toegestaan. Dus ik ben gewoon toegestaan, gescheiden van al die vrouwen. En de laatste keer was ik dom, want dan had ik een huwelijkscontract laten meetekenen door een gemeenteambtenaar in een duur overheidshuis. Dat is dan geinig op het moment van de bruiloft. Dan wordt allemaal, en daarna ga je betalen. Ja. Ja, goed, dat is mijn samen zijn met vrouwen geweest. En ik ben er heilig van overtuigd dat het wel degelijk kan tussen man en vrouw. Alleen niet met zo'n bange poepert als ik. Heel erg druk in mijn hoofd en bezig met mijn werk. Nou, volgens mij heeft het meer kans van slagen als je wat ouder bent. Dat denk ik. Want ja, de natuur is gewoon toch dat die vrouwen die hebben van die rammelende eierstokken. Ja, dat is toch een beetje als je jong bent, dan ben je echt op zoek naar iemand waar je wat mee op kan bouwen. Terwijl ja, daar gaat het leven helemaal niet om. En als je ouder bent, dan zoek je gewoon iemand waar je het gewoon mee op de bank gezellig kan hebben. Ja, dat vind ik Maar dat wel. kan je toch ook doen als je jong bent? Nee, want dan heb je, ja, dan ben je toch je leven aan het opzetten. Dan wil je toch kinderen en huis kopen en carrière maken en op vakantie naar Australië, Amerika en Thailand. En ja, dan volgens mij is dat niet het uitgangspunt om je leven met iemand te delen. Ja, en wat ik ook zo fijn, met mijn dochter op weg naar die uitvaart, kwamen we langs Kortenhoef. Dus bij de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam, ter hoogte van Vinkeveen. En als je naar Amsterdam recht voor je ziet, dan moet je rechtsaf, dan kom je in Kortenhoef. Daar ging mijn opa toen op vakantie. Dat was zijn vakantie. Naar Kortenhoef. En leuk jongen, genieten. En ome Joop was erbij, en tante Stien, en zijn vrouw natuurlijk, Gonnie. En die mannen overdag vissen. Die vrouwen die gingen boodschappen doen. Eten koken. En s'avonds klaverjassen. Ja, het was gewoon een hele En dan naar gezellige bed. tijd. Ja joh. Dat is Fantastisch. toch gewoon leven. Maar dat heb je toch nu nog steeds? Nou, Wel. ja, Je ik hebt woon hier in. in de buurt van Arnhem zit een camping, de Doornenburg. Dat is zo'n familiecamping. Daar lach je helemaal kapot, man. En Ja, dat dat kost wel. geen drol. Ja, is Je wel hebt waar. een klein tentje, kan je er naartoe. En een heel mooie, ook nog een soort warenhuis hebben ze er nog. Kan je cola kopen, witte wijn. Zullen we dat eens een keertje doen? Gaan we een feestje, gaan we meer mensen vragen? Gaan Gaan we we allemaal naar daar, Doornburg, ja. ja, 3 dagen of zo? Vreselijk gelachen. Ik heb ook gewoon zo'n lekkere stomme Chinese tent gekocht voor €110, inclusief verzendkosten. Zo. Hoppakee. En die werkt hoor. Haringen zitten erbij. Barbecueetje mee. De hele wereld is dan van jou, dan kan je heerlijk lopen. Maar ik kan ook met een caravan, toch? Ik kan toch Ja, ook kan een je ook? Ja, caravan? dat is ook Ik ben precies. meer een luxe paard. Ik heb nooit gekampeerd. Ja, vroeger, maar daarna niet meer.
Dus nee, het is een leuk idee, Perry. Gaan we doen. Niet per se dat wij, ik wil het wel met je doen, maar los ervan over Ja. de vrijheid die wij hebben als Ja. mens. Ja. Als 18-jarige ook. Ja, dan kan je zeggen, ja, we hebben niet zoveel. Ja, wat dacht je van een kind dat geboren is bij de rondweg van Parijs, de periferiek? En tegenwoordig hebben ze daar nog een ring omheen gelegd ook, de buitenperiferiek. En dan ben je daar geboren? Wat heb je dan? Nou, hier heb je denk ik wel iets meer hoor, dan dat. Zo kijk ik ernaar. Er is een behoorlijk grote vrijheid. Dus tegen mijn kind heb ik ook gezegd van meisje, meisje, kindje, kindje in je buikje, buikje. En ze keek me echt aan en wees naar de voorhoofd en zei, wat ben je gek geworden? Dat ga ik echt niet doen. Daar heb ik de poen niet voor. Nou, dan denk ik, nou oké, de kansen afwachten, maar wel zo snel mogelijk. Wat is dat voor onzin? Des te eerder je kinderen krijgt, des te eerder je ervan af bent. Want als ze 12 zijn, 14 zijn, ja, dat zijn het. Ja, Als je maar het ik goed ben. gedaan hebt, ja. Ja, maar ik weer zoiets wat je alleen maar binnenshuis mag zeggen. Ik ben gewoon niet voor opvang, weet je? Die baby's die naar de opvang gaan. Ik ben daar gewoon echt geen voorstander van. Maar dat mag je ook niet zeggen. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik kan Ik vind erbij zeggen, het echt ja, verschrikkelijk. ik begrijp het. En mijn dochter, die heeft daar de meest geweldige dagen van haar kleine jonge jeugd gehad. Die ging 2 dagen per week naar de opvang. Ja, maar ik heb het over baby's, hele kleine kinderen. Die kunnen nooit zeggen: ik heb zelf fantastische tijd gehad. Want dat weet, dat kan niet. Dat zijn En die van baby's. ons, die ging, haar moeder die had dus van die ouderschapsverlof. Maar dat was maar een aantal maanden. En daarna ging zij dus, mijn kind, naar het kinderdagverblijf als baby. Ja, als baby. Ja, je had zeker geen keus. Ja, je moet toch wel. Ja, Dorie, ik moest toch werken. Ik kan toch niet iedere dag thuis zijn. Ik was anderhalve werkdag in de week was ik thuis. De hele maandag en de helft van een andere dag. Nou, het kind 2 dagen in de week dan daar naartoe. Er was geen enkel probleem. Er was geen enkel probleem. Niet voor mijn kind. Ja, maar Nee. er zouden gewoon weer familieleden zouden gewoon op moeten passen. Vind ik ook, Snap ja, dat vind ik. je? Ja. Gewoon en niet die achterlijke geldfabrieken van die crèches. Ik vind het verschrikkelijk. Vond ik ook zo erg. Ik ben voor een tijdje terug weer. Was ik in Amstelveen en Bovenkerk. En ik kom eigenlijk Bovenkerk, daar ben ik geboren. Ja. En daar liep ik in de rond en daar zag ik meerdere gebouwen van de kinderdagopvang. Ja. En dat was één en hetzelfde bedrijf. Gadverdakken. Ja, het is gewoon big business. Het zijn gewoon van die, hoe noem je dat vroeger met die kippen? Van die legkippenindustrie. Dat is het eigenlijk. Batterijen, kinderbatterijen. Ja. Er gaat zoveel geld in omhoog. Verschrikkelijk. En ja, ik denk dat je er gewoon, dat het gewoon niet goed is om een baby over te dragen aan een soort drive-in. Ja, ik weet het niet. Sorry. Laat ik maar niks meer zeggen, want anders dan. Daar heb je gewoon helemaal gelijk in. Kijk, ik ben Wat ik gewoon. er gewoon als. We zouden het vrolijk houden. Dat, tot op zekere hoogte zijn kinderen daar bestand tegen. Eens, want het maakt niet uit. Ik bedoel, al loop je iedere dag op je handen. Als dat is wat jouw kind gewend is, dan vindt ze dat heel normaal. Dus kinderen zijn flexibel, die wennen eraan. Maar kijk, ik ben om 3 uur thuis. En dan zie ik om zes. En ik werk me altijd helemaal gek. Met de boodschappen en het opruimen en het schoonmaken en het eten zorgen. Dat alles er is en eten maken. Nou, ik ben om 3 uur thuis. En dan zie ik moeders en vaders die om 6 uur, 6:30, 7 uur hun kind van de crèche halen. Nou, dan kan je mij niet vertellen dat je dan nog tijd hebt en geduld voor een klein kind. Dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dan ben je gewoon kapot. Ik kan alleen maar amen zeggen, mijn lieve Oh, kind. dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, soms is dat een codewoord en dan hou ik op, want anders ga ik maar door zagen of iets. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel, Perry. Dankjewel. Echt. Als ik even het woord aan de kijkeraars mag wenden. Dit is mijn hartekreet. Het is het enige waar het om gaat. De zorg Ja. voor onze kinderen. Ja. Ik heb een keer
Dan werd ik gebeld door een jonge vrouw. Die moet aan haar stem te horen was ze zo iets van 23. Hè, dus, ja. Ja. En die belde voor een pensioenverzekering. Zoiets. Ja. En toen heb ik aan dat meisje uitgelegd. Ja, jij bent mijn pensioen. Jouw generatie is mijn pensioen. Oh, wat een giller, echt waar? En zij blij. En we heel vrolijk opgehangen. Want dank u wel, meneer. Ik zei, ja, ik zie je wel Oh. als ik zo dadelijk terminaal ben. Wat een mooi verhaal. Heerlijk, en zo kan ik ervan genieten. Ik ook. Ik ben eigenlijk bijna altijd gelukkig. En als ik niet gelukkig ben, nou berg je maar. Berg je maar. Zal ik nog eens even een irritatie vertellen? Oh, leuk. Ja, precies. Dat heb ik gedroomd. Graag, ja. Oké, nou, kijk, ik ben altijd heel erg aardig en heel erg netjes, hè? Daar word ik dood en doodziek van. Maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar dat is een beetje op aan het raken. Oh. Nou, zeker in het verkeer, vooral in het verkeer eigenlijk. Ai, nou wordt het interessant, ja. Ja, in Amsterdam, het is echt verschrikkelijk. Ik woon natuurlijk helemaal in het centrum. En de fietsers, die vind ik het allerergst. Iedereen zegt scooters, maar ik vind echt fietsers. Maar in ieder geval, ik had met de auto had ik dus 1 seconde. Ik was, nou, maakt niet uit. Oké, ik geef het toe, ik heb een scooter. Nou, ik moest mijn scooter neerzetten om de sleutel eruit te halen. Die moest ik aan mijn kind geven. En dan moest mijn sleutel weer terug in mijn scooter en weg. En ik zet hem dus neer voor een geparkeerde auto waar niemand in zat. En er komt de vent aan lopen. Hij zegt, ik moet weg. Ik zeg, ja, 1 seconde. Nee, zegt hij. Ik weet het niet. Er knapte iets in me. Ik zeg, jawel, ik zeg 1 seconde. Nou, als ik niks gezegd had, hij was ingestapt. Voordat hij de motor had gestart, was ik al weg geweest. En hij zei gewoon, nee. Ik zeg, paardenlul, weet je. Ik ben helemaal uit mijn dak gegaan. Ik heb echt als een viszwijf, nog nooit in mijn leven heb ik dat gedaan. Heb ik gewoon hier in de winkelstraat staan schreeuwen. Kwam er nog zo'n vent voorbij. Die zei ook van, mevrouw, doe ze even normaal of doe ze rustig. Ik zeg, en waar bemoei jij je mee, weet je. Nou, vreselijk. Maar goed, heerlijk was het ook, hoor. Ik schaamde me kapot, maar het was ook zo fijn. Maar toen, s'avonds, toen was er een bericht over dat er homo's mishandeld waren. En toen dacht ik opeens, fuck, als die vent dus een homo is, waar ik dus zo hard tegen heb staan te gillen, paardenlul, ja, dan hang ik gewoon voor homofobie, homohaat, homoagressie, weet ik veel. Want in zo'n maatschappij leven we. Begrijp je? Ja. Ja, dat was ook zo Ik moet er ingewikkeld. wel aan toevoegen, als je tegen een homo zegt dat hij een paardenlul heeft, dat geldt daar toch als compliment. Ja, het zou Om kunnen, maar ik even een weet het André niet. van Duin mop te maken. Want dat was toch Ja, ook een homo? Ja, ik snap ook niet. Ik begrijp het. er is zo'n rel, hè? Er is een enorme rel, al 2 dagen. Ik weet niet of je het weet. Nee, informeer mij. Er is zo'n voetbalprogramma, Voetbal Inside. Nou, ik ken het niet, maar ik weet dat het van die hele lollige gasten zijn. En er is een journalist in België, zeg maar de Belgische NOS, die heeft een mededeling gedaan dat hij als vrouw door het leven wil gaan. Die heeft een foto geplaatst, ziet er hartstikke mooi uit. Eerlijk is eerlijk, ziet er heel goed uit. Nou, that's it. Maar toen hebben ze bij Voetbal Inside in Nederland, toen heeft dus een van die presentatoren, René van der Gijp, die heeft een blonde pruik op Je gedaan. microfoon gaat weer. Ik hoor Oh. weer de ja. En René van der Gijp die heeft dan een blonde pruik opgedaan bij Voetbal Inside. En dan heeft hij dus gezegd, ja, ik wil door het leven als Renate. Nou, echt. Iedereen die zegt, en hoeveel van dit soort transseksuelen, die plegen wel geen zelfmoord door dit soort grappen en zo. Mensen zijn Oh, dan heel krijg je boos. dat weer. Ja, hebben de adverteerders van dat programma aangeschreven, Heineken, weet ik veel wat. Maar dan denk ik, wat is dat nou voor een onzin? Iedereen wordt belachelijk gemaakt. Iedereen. Dan kan je toch niet zeggen dat daardoor iemand schuldig is, dat Voetbal Inside schuldig is aan zelfmoorden. Wil die mensen die zelfmoord plegen, dat zijn gewoon psychiatrische patiënten. Daar is gewoon iets mis mee in een bovenkamer. Dan kan je toch niet een grap, een slechte grap, van een programma kan je daar toch niet verantwoordelijk voor houden. Ja, het is natuurlijk. Ik moet er helemaal van stotteren, maar. Dat je besluit om een tatoeage te nemen.
Nu ga ik het voorzichtig zeggen. Oh, mijn dochter heeft piercings in de oren. Ja. En mijn tante Irene, die vindt dat al te ver gaan. Nou, je kan je ook een tatoeage laten plaatsen. Dat is ook heel op Netflix. Iedereen heeft tatoeages een beetje. Dat is echt erg. Klopt. Ja? Dat kan je ook nog doen. Wat je ook kan doen, is dat je met een Stanley mes, je weet wel zo'n mesje waarmee ze de Twin Towers in New York gedaan hebben. Zo'n boxcutter. Met een boxcutter ga je je piemelino eraf snijden. Of Je hebt het over beschrijving. Gek? Ja, dan ben je toch gek in je hoofd. Nou, ik geloof echt wel dat dat iets is wat iets zou kunnen zijn. Dan moet ik eerlijk toegeven, dat deel ik deze mening niet. Wat zeg je? Ik deel je mening niet. Oké, maar dan is er wel iets ernstigs gek aan de hand. Want het bestaat ook wel. Je hebt van die mensen, die zijn hermafrodiet of zoiets, hè? Oh, heb je het over wat anders? Ik dacht besnijdenis. Ik dacht besnijdenis. Nee. Ik bedoel, je hele penis eraf halen, man. Oh, echt? Gebeurt dat? Ja, ja, natuurlijk. Van die, ja, die doet dat. Ja, nee, oké. Okay, ja. Oh, ja, sorry, ik zat helemaal verkeerde spoor. onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dat is erger dan een tatoeage. Nou ja, ik vind gewoon, kijk, ik had ook, ik zeg altijd maar, ik had ook best wel benen van 1,5 meter willen hebben. Maar ik heb ze gewoon niet, snap je? Dus ja, get over it. Als jij ongelukkig bent met je uiterlijk, kan je daar tot op zekere hoogte, zeker als het gaat over mannetje, vrouwtje, kan je aan je uiterlijk heel veel doen, waardoor je dat kan verwisselen als je dat zo voelt. En dan denk ik, ja, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Wat wil je zijn, weet je? Ja, ik heb gewoon, oké, zal ik even echt even eerlijk vertellen iets? Ik zit in een commissie en daar wil ik niet veel over vertellen, maar goed, daar zit ik in. En toen was er een nieuw lid en dat was dus een transgender. Nou, dat maakt me helemaal geen fuck uit. Maar het probleem was dat zij kwam met hele rode, met hele hoge rode laklaarzen aan. En ze had het alleen maar over haar eigen problemen. Dus ik wist met 3 minuten al van ja, dit is echt niks voor ons. En nou, dus dan op een gegeven moment wordt je mening gevraagd. Ja, ik ben niet zo diplomatiek. Dus ik zeg ja, nou, ik zit, schiet gewoon niet op. Ik zeg, die komt alleen maar halen. Die komt gewoon niks brengen. Maar ik vond ook, dus zat ze er niet aan. Ik ga niet naar een of andere vergadering of wat dan ook met iemand die rode laklaars tot over zijn knieën heeft. Dat doe ik gewoon niet. Die moeten gewoon 's avonds na 12 naar buiten gaan en gewoon hun leven leiden. Dat is gewoon geen kleding om je te presenteren overdag. Maar ja, zij heeft heel veel last ervan dat ze dus nagekeken wordt en nagefloten. En lelijk, die mensen doen lelijk. Maar dan denk ik, je ziet er gewoon niet uit. Ik heb het nu alleen nog maar over die laars zat, nog veel meer dingen. Maar laat ik het een beetje anoniem houden. Dus, je vertelt het heel mooi beeldend. Ik kan het helemaal voor mij zien. Nou, ik heb ook een keer gehad met een vrouw met een kort rokje, met hele lange benen. Dat was dus een man, mannenbenen en hele grote pumps. Nou, dat ziet er gewoon niet uit. Sowieso vind ik lelijke lange benen met een kort rokje, dat is om te janken gewoon. Dan moeten ze echt een boetes uitschrijven. Maar dit was dus een vent met een spijkerrokje. En dus mijn dochter, die zit te kijken en die kijkt mij aan. En die zegt, man, wat is dat? Weet je wel. Dus ik zei, ja, dat is een man, weet je. Maar dan denk ik, en toen keek dat mens, die meneer, mevrouw, die keek zo heel zuur naar mij. En dan denk ik, jij ziet er toch niet uit? Ja. Jij kiest er toch voor om er zo bezopen uit te zien? Ik niet. Ja, exact. En dat is net als het de gay parade is, hè, dat is dan hier 7 dagen hier. En dan heeft mijn Albert Heijn, Perry, ik zweer het je, die heeft opeens allemaal roze ballonnen. Als een boog om de ingang. Dus ik loop er met mijn kinderen. Dus die ene die zegt, mam, waarom heeft Albert Heijn opeens roze ballonnen? Ik zeg, vandaag mogen de homo's ook boodschappen komen doen. Ongelogen, Perry. Wat een goede mop voor jou.
Lazer toch op, man. Ja, precies. Want, weet je wat het is? Het gaat er alleen maar om met wie jij de lakens deelt. Tot nu toe is er helemaal niemand die weet met wie ik de lakens deel. Ja? Ja. Omdat dat gewoon helemaal niks met mij of anderen te maken heeft. Dat lijkt mij maar, ook, ja. Maar, nou, en als je dan homo bent, dan moet je opeens heel raar uit gaan zien. Je moet heel raar praten, je moet heel raar bewegen. Ja. En dan denk ik, het gaat er alleen maar om wat jij onder de laken... Dat is het enige verschil. Een ander verschil is er niet. Nee. Het gaat alleen maar over je seksuele voorkeur. Wat heb ik daarmee te maken? En nee, als je daar je hele identiteit aan ophangt... Oh, ja, ja, dus, dat snap ik niet zo goed. Echt niet. Ik moet er eventjes uit. Er is een nummer van de Beastie Boys, die Joods-Amerikaanse band. Mm. En er is een frase en die luidt, stick your dick in a potato. Ja, kan mij het schelen. Ja. Ja. Een goede beat eronder. Kom op, man. Heel dat vind ik ook. Ik ben als mens, achteraf ben je dus dom. Maar het huwelijk, dat is nergens van nodig. Als je een kind maakt, als je daarmee bezig bent, als je seks hebt. Dat moet je alleen maar doen met iemand waarvan je denkt, oké, hoppertepop. Dat is de beste weg. Hoppertepop. Ja, hoppert over de weg. Dat je een toekomst ziet en dan heb je seks. Hmm. Dat is de seks is de bezegeling van het... Dat is het huwelijk. Met een meisje, dus vanuit een man gedacht, hè, dus toen ik nog jong was. Dan ga je met een meisje ga je eerst een eindje wandelen. En dan ga je wandelen hand in hand. En dan kom je altijd samen. En je doet heel veel dingen. En ga je op vakantie of whatever. Je doet dingen samen. Hmm. En dan komt het moment waarop je denkt, van nou, zullen we het een beetje openbaar maken? En dan komt het moment en dan ga je seks hebben en dan ben je getrouwd. Punt. Dan is het gebeurd. Dat is zo'n heel eenvoudige blik erop. Hè? En dan mag je best wel scheiden. Mijn dochter is ook al gescheiden. Wat wil jij zeggen? Nou, wat ik wel vind... Hè, want je hebt tegenwoordig zeg maar heel veel mensen die porno verslaafd zijn door het internet. Ja? En ja, dat is gewoon niet gezond. Ik geloof wel dat sperma en seks, zeg maar, of sperma, dat dat iets is wat leven had kunnen worden. Maar ja, dat kan je ook niet buitenshuis zeggen, Perry. Echt te denken dat je gek bent. Maar ja, het staat wel in de Bijbel, gelukkig. Dus in die zin, ja, vind ik een mooie symbolische gedachte. Mm-hmm. En daarom in het Jodendom, als je ongesteld bent, mag je dus ook bepaalde dingen niet doen. Omdat het, ja, het is gewoon het bloed van, van iets wat leven had kunnen zijn. Prachtig vind ik dat. Wat ik ook, nou, zouden het leuk houden, hè? Ik heb iemand gesproken, die is van Surinaamse afkomst. Die is dan ook nog lesbisch en allemaal toestanden. En die vertelde dat mij dus ook, dat in hun cultuur, als vrouwen ongesteld zijn, dan mogen ze niet koken. Nee. En zij zei, dat is handig, jongen, want dan leren die mannen het ook een keer. Ja, dus als perfect. Moeder dan een keer ziek is... Ja, die mannen hebben altijd al, toen moeder ongesteld was, moeten koken. Dus dan ben je verzekerd van goed avondeten. Hmm. Zo vloeit alles in elkaar eigenlijk, hè? Ja, je mag ook niet in het Jodendom, mag je niet in het badhuis komen. En ik weet niet, het zijn ook allemaal dingen, heel interessant. Mm-hmm. En volgens mij mag je ook niet bij je man slapen, maar daar moet je me niet aan ophangen. Ja, fantastisch. Ja. Hele eerzame dingen om. Het is een verwoording van hoe wij moeten zijn als mens. Zo zie ik dat. Wat in de Bijbel staat dan? Hè? Ja, ik ben wel met je eens. Ja. Ja. Van mijn vriend Jurk Liesman, zo'n Bijbellezer. Die zegt: ja, de Bijbel, dat is de gebruikshandleiding voor je leven. Ja. Net als een gebruikshandleiding voor je computer. Zo. Mm-hmm. Die moet je niet weggooien. Mm-hmm. En denken dat je alles zelf wel weet. Dat is zinloos. Klopt. We hebben de woorden van Mozes te gedenken. Mm-hmm. Minimaal. Zo. En de rest.
Ja, dat vind ik ook zo grappig over die hele discussie over Jeruzalem. Hè? En dat er dan gewoon gezegd wordt, ja, dat kan niet. En dan hebben ze de Joden echt geen recht op en zo. En dan denk ik van ja, dat is de enige stad in de wereld waar iedereen zich druk om maakt. Wat kan mij nou schelen waar de hoofdstad is van een bepaald land? Maar goed, als het over Israël gaat, dan heeft de hele wereld een mening. Heel gek. Dat klopt. Maar dan wordt er ook gewoon gezegd, oh ja, dus dat dan niet van de Joden is. Maar volgens mij is het de enige stad op de hele aardbol waar zulke oude eigendomspapieren van zijn. Namelijk de Bijbel. En Perry, dan zeggen mensen, ja, maar ik geloof niet in de Bijbel. Nou, dan kan ik je hoofd er wel afdraaien, weet je dan? Dan word ik zo boos, omdat ik het zo dom vind. Je hoeft er niet in te geloven. Er staat iets. Als jij iets van een notaris krijgt, dan maakt het niet uit of je het wel of niet gelooft. Je krijgt het van een notaris. Nou ja, ik geloof Goed, niet in nee, ik moet lachen omdat notarissen. je het zo goed zegt. Ja, ik geloof niet in notarissen. Kom op. Maar goed. Ja, ook een raar iets vind ik dat. Oh, wat mooi. We zitten de tijd in de gaten te houden. We zitten over een uur heen. Dus... Oh, echt? Ja, ik zit gewoon zo lekker uit de Nou, volle ik vind het helemaal borst. niet erg om lekker door te lullen. Oh. Het is allemaal gratis, het is allemaal van George Bush en die heeft Auschwitz Ja. gefinancierd en nu is het Ja. payback time. Maar ik heb echt vrienden verloren vanwege de Midden-Oosten discussie. Dat kan ik je wel vertellen. Omdat jij nu weer over die man begint, denk ik aan mijn vriend die geen vriend meer wil zijn. Omdat ik toch te zionistisch ben. Ik ben zo gezeurd. Ja, lekker, maar het was echt een goede vriend. Maar goed, over tot de orde van de dag. Weet jij trouwens dat bij de vrede van Oslo in 1993, hè, ging over de vrede tussen de Palestijnen en de Joden, hè? Israël en Palestina. En dat was Yasser Arafat en wie was dat nou? Nou goed, die schiet me wel nog binnen, wie dat nou precies was. Shimon Peres was dat. Shimon Peres en Yasser Arafat. Die hebben een vredesakkoord getekend. En wat iedereen, de wereld blij van, ha, wat fijn, de Palestijnen en Israël, dat is vrede in Oslo. Ja, wat er in de kleine lettertjes stond, is dat 70% van Jeruzalem is overgedragen aan de paus. En nu jij weer. Heb je er bewijs van? Ja. Ah, dan moet je maar even een keer opzeuren. Dan wil ik wel zien met mijn eigen ogen. Vooral in Amerika vreten ze hun eigen staart op. Want daar krijgen ze moord en brand over de pauze. Dus dat is genoeg. Ja, het staat er allemaal. En ze willen Jeruzalem. Dat heeft te maken met het begrip avondland. Dus je wil de heerser zijn van het land waar de zon ondergaat boven de zee. Nou, er was ooit een mevrouw van Christenen voor Israël. Oh, ik heb een andere vriend die is echt christen en daar hou ik ook echt heel veel van. Dus ik hoop dat hij het me niet kwalijk neemt. Maar het was gewoon zomaar een mevrouw, ja, van Christenen voor Israël. En die was aan het demonstreren in Den Haag. En toen zei ze, ja, want Jeruzalem moet, of Israël, Jeruzalem, Israël moet van de Joden blijven, want daarna kunnen wij het dan overnemen. Wat? Want daarna kunnen wij het dan overnemen. Wie zijn wij? De christenen. Het was christenen voor Israël. En toen dacht Oh. ik, ja, ze heeft wel gelijk. Want als het in handen komt van de moslims, dan is het echt lastig over te nemen. Dat redden ze niet. Gek, hè? Gek, hè? Ja, ik dacht zo. Het vervelende punt blijft met die leuke discussie tussen de heilige drie eenheid, dus de eeuwige ruzie tussen de christenen, de joden en de Mohammedanen. Het draait lekker in de rondte. En los daarvan heb je nog de Chinezen. En die hebben Ken ik ook zo niet. hun ideeën. Die staan er een beetje buiten. En die ruzie die er nu is tussen de christenen, de joden en de Mohammedanen, vice versa, alle kanten op. Die
gaat stoppen. En in de Koran staat dat het de Mohammedanen en de christenen zijn die de Joden zullen redden. Dat wordt dus verteld door Koranlezers. Die snappen het ook. Die zijn er ook helemaal klaar mee. Die willen helemaal geen ruzie meer tussen Joden, christenen en Mohammedanen. Die hebben zoiets van, wij zijn Mohammedaan, wij doen dit en dat en dat, bla 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 bla. En voor de rest, laat ons met rust. Ze willen hun eigen muntstelsel, een dinar en een dirham. Ja. Een beetje kippenbouw. Nou, fantastisch. Ja, dat gaat lekker je gang, man. Ja, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Ik wil niet per se in Indonesië wonen. Nee, iedereen moet gewoon zijn eigen stuk hebben, gewoon. Mm-hmm. En ik vind dat heel raar. Het is net alsof je visite krijgt en die moet dan blijven staan. Terwijl je makkelijk op kan schuiven. Zo, ik vind het zoiets geks. Oh, leg even uit. Deze laatste snapte ik niet. Net alsof nou, je visite hebt. Ja, en er is genoeg plek, maar je laat die persoon gewoon staan. Die mag dan niet zitten. Dat is een beetje zoals ik het voor me zie. Geef iedereen gewoon zijn eigen stuk. En laat die Joden, die zijn er al zo lang mee bezig, meer dan 2000 jaar, laat die lekker. Ja, en het punt is wel dat de meeste Joden helemaal niet in Israël willen wonen. Ook dat, maar het gaat echt om een speldenknopje. Het gaat echt helemaal nergens over. Ja, maar kijk, we zijn het erover eens dat de meeste mensen van Joodse afkomst, die willen helemaal niet in Israël wonen. Nee. Daar hebben ze geen zin in. Nee. Die wonen liever in Amerika. Kijk maar die film. Wel. Heb je die film gezien? Defamation? Nee, ik kijk geen films. Nou, je zou hem mogen kijken. Het is gemaakt door een Joodse man, een jonge man. Defamation. Het Engelse woord betekent belediging of zo. Mm-hmm. Dan gaat hij zijn oma interviewen. Defamation. Maar dat weet je wel. Ja, ik heb het opgeschreven. En zo niet, dan vind ik hem van jou. Nou, dan mag ik dat... Ja, sorry. En weet je ook... Barry Gamish. Ken je dat verhaal? Ken je die man? Barry Gamish? Weet ik niet. Oké, die heeft gevochten in de IDF. Dus het Israëlische leger. Ja. Zijn familie, die woonde gelukkig, heel blij... in het noorden van Marokko. Mm-hmm. Tussen de Mohammedanen en de christenen. Iedereen happy, happy, happy. En met propaganda, whatever. Is de hele familie ingepakt, op een vliegtuig gestapt en naar Israël gevlogen. Ja. Wat is dat voor? Dat is ook gewoon gedwongen volksverhuizing, toch of niet? Want zijn familie had er helemaal geen zin in. Nee. Maar de hele familie, de Israël, daar moeten we naartoe. Dus laten we inpakken. En weet je wat ze daar gekregen hebben? Ze mochten grond kopen, maar dat bleek uiteindelijk toch een klein beetje wettelijk van de Palestijnen te zijn. Hmm. Er stonden wel hun huizen op. Mm-hmm. En die Bibi Netanyahu zo, ha 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 ha. Hmm. Ja. Voor mij ik zie niet zozeer een... Van mij mogen Joden overal wonen. Eigenlijk hoor. Wat zou het mij uitmaken? Marokkanen ook. Ja, het maakt mij ook helemaal niks uit. Maar ik vind, kijk, als hier op een. Ik noem wel eens het voorbeeld. Hè. Stel dat hier opeens de complotters. Hm. De verwarde mensen. Dus die het niet eens zijn met het gangbare. Hm. Die, als die vervolgd gaan worden. Nou, dan kan je zeggen: we willen met z'n allen. Volgens onze eigen geloof. Willen we een stukje land ergens, nou, waar niemand zit verder. Nou, dat steun ik. Ik steun iedereen, de Koerden ook. Die hun eigen land willen, hartstikke goed, geef die mensen hun land. Die worden overal vervolgd. Het is verschrikkelijk, gemarteld, alles. Dus geef het gewoon. Ik begrijp dat niet. Ik ben het totaal met je eens. Ik vraag me af hoe die weg daar naartoe gaat. Want het komt hoor. Wat jij zegt, dat komt. Er komen regio's waarin geldt, hier is sharia. En een andere regio van hier geldt dit. Van ja, nou, culturen. Perfect. Nou, hartstikke mooi. Kunnen we allemaal weer op vakantie. Leuk geld wisselen, weet je wel. Ja. Leuk.
Maar wat ik zo ook zoiets wat je niet kan zeggen, dat is dus dat ik heb naar Trump geluisterd toen. En toen zei hij van hij was of net president of hij wilde het worden, weet ik niet meer. En toen zei hij, ja, ik wil gewoon weten waarom wij oorlog hebben in die Arabische landen. Waarom zijn die allemaal zo boos op ons? Ik wil gewoon weten hoe dat zit. Wat is daar aan de hand? Ik wil gewoon praten met die mensen. Nou, dan denk ik, dat is toch wat we allemaal willen. We willen toch allemaal vrede. Maar die man die wordt verguisd. En als je dan een Bush hebt, en Obama, we pakken ze. En weet je wel, we gaan winnen. En dan denk ik, dat vinden de mensen prachtig. Nou, dat Wacht even begrijp ik hoor. niet. Trump stelde zich de vraag Ja. waarom de mensen in het Midden-Oosten boos Ja. waren op Amerika. Ja. Ja, en hoe lang is hij al bij het kinderdagverblijf weg? Nee. Het mag toch wel logisch zijn waarom die mensen in het Midden-Oosten pissed off zijn over de Amerikanen. Nou, volgens mij zijn ze dat. Ja, nee, zeker. Maar nu er dus we gingen positief doen, dan denk ik van, nou, dit is toch fantastisch. Die man die wil gewoon eerst weten van, joh, wat is er aan de hand? Nou, dat juich ik toe. Maar zo werkt het dus niet. Die man die wordt verguisd. Maar als je zegt van, nou, we gaan oorlog voeren en we gaan ze pakken en we gaan ze uitroken en als je niet met ons bent, ben je tegen ons. Dat vinden de mensen fantastisch. Die oorlogstaal. Nou, dat is iets, dat snap ik niet. Ja, dat geloof ik wel. Ik denk dat. Kan toch gewoon eens Er even is eerst trouwens, eens. ook als je bang bent voor oorlog, het lukt helemaal niet, hè? Ja, ik ben hartstikke bang voor dat, weet je. Daar ben ik voor in therapie geweest vroeger. Och Nou, ja, toch al ik heb het eerder apart. met jou Ja. over gehad. Ja, oh, Ja, sorry. Ja, ja. ja, 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 ja. geef niet. Maar anyway, we houden zo het vrolijk houden, weet je wel. Kom maar door, kom maar door. Je hebt die brief van Albert Pike. Ja. En Albert Pike was een Freemason, een vrijmetselaar. En op zijn Nederlands is dat Albert Snoek. Nou, dan voel je hem al hangen, toch? Want wie noemt zichzelf Snoek? Nou, Albert Pike heeft een brief geschreven aan Mancini. Dat is een Italiano met een heel erg mooi plan. Dat was dan de drie nodige Armageddons. Wereldoorlogen. En die eerste die had dan te maken met dinges tegen dinges. Dat is daadwerkelijk gerealiseerd. Met die moord op Frans Ferdinand en een heleboel. Het ging tegen Duitsland, daar ging het met name om. Hè. Duitsland moest kapot. Nou, dan hebben ze dat via Servië gespeeld. Hebben die Frans Ferdinand is doodgeschoten. En dan was er een pact tussen Rusland en bababa. Dat was dan de Eerste Wereldoorlog. En dan. De vereniging maken. En dat werd de Volkerenbond. Dat was het plan. Ja, en dan die economische crisis eroverheen. Dat is geen enkel probleem. Het enige wat je doet, is je doet de geldpers uit. Niemand meer geld. Ja, hoppakee, poef, weet je. Iedereen tot armoede. En dan begin je de tweede. En dat ging met de Joden. Het ging specifiek met over de Joden en over Israël. En dat zou dan moeten lukken. En dan de derde. En dat was de Mohammedanen tegen de Joden en de christenen. En als dan die oorlog geweest was, dan zouden er nog maar twee geloven zijn, namelijk nihilisme en atheïsme. En dan ga je de nihilisten opzetten tegen de atheïsten. Dat wordt de laatste oorlog, dus de vierde. Maar dat stelt niks voor, want nihilisten kunnen geen oorlog voeren. Atheïsten ook niet. Dat wordt een heel klein oorlogje. En dan komen wij met ons geloof. Het Luciferianisme. De 19e eeuw. Hè? Maar die derde, die is er helemaal niet. Het moet opgeblazen worden op tv. Dat je op tv en op YouTube zie je dan onthoofd. Maar er is helemaal geen derde wereldoorlog. We hebben die MH17 gehad. Ja, niets te nadenken van. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Er zijn mensen mee overleden. Dat snap ik ook wel. Maar dat is niet wat Albert Pike bedoelde. Die derde wereldoorlog die hij dan noemt. Nu komt er helemaal niet.
Daar geloof ik gewoon geen s'nachts van. Nee, omdat ik dus gewoon denk dat de arrogantie is dat ze niet begrijpen wat internet doet met de kennis van mensen. Iedereen weet nu dat het allemaal niet klopt. Ik bedoel, als je inderdaad de MH17 noemt, hoeveel mensen zich daarmee bezighouden en hoeveel mensen weten dat het helemaal niet is gegaan zoals de officiële lezing is. Uh-huh. Kijk, en dat was vroeger natuurlijk niet zo. Dus dan kon je de mensen veel makkelijker in de maan nemen. In de maling nemen. Maar dat kan tegenwoordig niet. En dan vraag ik me wel, om het vrolijk te houden natuurlijk. Maar die, snap je? Ja. En die onzekerheid, oh. Die mag, dat krijgen mensen daarvan. Hè? Want de een zegt dit, het officiële verhaal is dan bla 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 bla. En dan op het internet zie ik bloe 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 bloe. Wat doe je met die onzekerheid? Hop, er valt iemand weg. Gewoon opnieuw bellen. Ik denk dat haar computer gewoon gecrashed is. Hoor. We wachten gewoon even. Ongeveer een minuut. Trouwens, we zitten al tegen anderhalf uur. Maar als je toch aan het thee zetten bent, kan je nog even doorluisteren. Dit is geen Alex Jones show met de wild breaking news. Erg leuk, ik vond het een heel leuk gesprek. Zij en ik, dus Mira en ik, wij delen iets. Wij delen de boeken van Mozes. En dat scheelt een hele grote hoop. En het geeft hoop. Dan zijn we af van dat gezeur. Ik probeer het nog een keer. Of staat de computer helemaal... Ik ga hierop klikken. Als het niet lukt, dan denk ik dat ik stop. Gaan in doen. Dat wordt hem niet. Ik ga met Mira afsluiten als ik haar weet te bereiken. En voor jullie hoop ik dat jullie goed geluisterd hebben naar onze stemmen. Wij hebben niet alleen gesproken, wij hebben gezongen. Wij zijn in ons woord naar de grens gegaan. Wij zijn borderline geweest. Het heeft geen enkele zin om te kletsen over koetjes en kalfjes. Het heeft zin om vrolijk te zijn, terwijl daar geen reden voor is. En hartstikke bedankt. Ja, Mira kan dit niet horen. Maar die is weggevallen. Maar voor jullie dan. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn Hamburgs, zag ik. Tjus. En dag lieverds.